zonnewagens of solarwagens zijn in. Velen zien hierin de wagens van de toekomst. Vandaar dat in verschillende universiteiten in de wereld jonge technici bezig zijn met de bouw en de verbetering van dergelijke solarwagens. Ter gelegenheid van de manifestatie Nationaal Park in Beweging organiseerde Rotary Genk Stalen een internationale competitie met solarwagens. De European Solar Challenge, het wordt nu voor de tweede keer georganiseerd. De eerste maal was in 2010. Het is tot stand gekomen omdat Rotary Club Genk Stalen sinds 5 jaar een evenement organiseert. In het begin heette dat Nature for Life, sinds 3 jaar noemt dat Nationaal Park in Beweging. Het werd voorheen ook georganiseerd op de legerbasis in Zutphendaal. En vermits dat we daar een start- en landingsbaan hadden, wilden we tijdens ons event, wat in het teken staat van de ecologie, en waar men dus een kaart kan fietsen, mountainbiken, paardrijden enzovoort, wilden wij ook iets gaan doen met een zonnewagen. Maar gewoon iets met een zonnewagen doen, de teams wilden dan toch graag meer in een vorm van competitie. En we hebben toen eigenlijk met 4 teams de allereerste European Solar Challenge gedaan. Dat waren dezelfde proeven als we ongeveer vandaag gedaan hebben. In tegenstelling tot 2 jaar geleden zijn we nu met ons evenement Nationaal Park in Beweging dus naar Kattenvennen vertrokken. En vanuit Kattenvennen hebben we dan gezegd oké, dan gaan we met de European Solar Challenge diverse locaties in Genk doen. Dat was dus deze morgen op de mijn van Waterschij, aansluitend de mijn van, of de Seamine eigenlijk, nu het Stadsplein in Genk. En straks gaan we terug naar Kattenvennen. Dit zijn universiteiten uit diverse landen. België, Nederland, Duitsland en Zwitserland. De vorige keer was er ook Frankrijk bij, maar die konden helaas dit jaar niet meedoen. Voor 2014 zijn er ook al plannen. Dan willen we eigenlijk meer richting een European Solar Challenge op groter niveau. Waarbij dat we eigenlijk door 7 landen in Europa willen gaan kruisen. Waarbij wij de start waarschijnlijk ook zal zijn in Italië. Ik vond het een fantastisch evenement en ik hoorde toch van de teams dat het ook heel leuk wordt. Het zijn nieuwe teams die met de oude wagen hebben kunnen experimenteren. Ook de teams in Europa leren kennen, zodanig dat ze volgend jaar is er een race in Australië, zoals iedereen weet. En daar zijn ze nu een beetje op voorbereid. Leuven, je bent de laatste, hè, jongens. Maar proficiat! Dan moet ik ganz eerlijk zijn, we hebben heute Morgen gezegd. Das Team aus Deutschland, 496 Punkte, gratuliere! Ja, sollte Vorsicht sein. 477 Punkten. Der Mann aus Nederland, gefeliciteerd, 477 Punkten. In Australië volgend jaar, maar minder goed als de Belgen natuurlijk. Ja? Proficiat. Onze vrienden van die Schweiz, waar zijn die denn? Herzlich gratulieren, 483 punten. En onze burgemeester is zeer voor hier deze prijs te ergeven.